Woensdag 18 maart was het weer Nationale Boomfeestdag. Ook in Albrandswaard is dit gevierd samen met de bomenridders en leerlingen van de basisscholen. Dit jaar werd onder aanmoediging van burgemeester en wethouders bomen geplant op 3 locaties. De Gaarde in Roon, de Noordrand in Portland en de Landweg in Portugal. Ja, en dan gooi je er weer eens wat gewone aarde heen, want de boom heeft wel aarde nodig straks. Maar eerst, tot een bepaalde laag, moet je wel die... Ja, dat is vet ook. Burgemeester Wagner, dat is wel hard werken vanochtend. Ja, het is altijd hard werken, maar dit is een keer weer wat anders dan het harde werken. Boomfeestdag, een echt feest zo te zien hier. Boomfeestdag is altijd een mooi feest. Was vorig jaar al een feest. Dit jaar weer, en dat hopen we ook eigenlijk nog een paar jaar zo vol te houden. Jongelui, leuk om met de burgemeester een boom te planten? Ja hoor, ja. Hebben jullie het al vaker gedaan? Nee. Jeannette Bruin is bestuurslid van de Bomenridders. Is deze boomfeestdag een feestje voor haar? Ik kan je wel zeggen, ja. We vieren dit wel elk jaar met plezier. Daarvoor hebben we daar ook met de gemeente nieuw leven ingeblazen 2 jaar geleden. En sponsors gezocht en vandaar deze dag. Wethouder Jan Bakbier is verantwoordelijk voor de buitenruimte in Albrandswaard. Hoeveel bomen worden er vandaag geplant? Nou, dat zijn er 15 hier. Dat zijn er 7 in Roon. En dat waren er 8 in Portland. Dus tel u maar, 22 en 8, dat zijn er weer 30 bomen. Dus 30 van die zuurstofstokken voor Albrandswaard erbij. De leerlingen van OBS Valkenstein kunnen trots zijn op hun werk, want na een goed half uur stonden alle 15 Amalanchier, Arborea, Robin Hill, oftewel krentenbomen, op hun plaats.